Cynthia. De fiets, ja, de fiets. Neem hem al op, hij vermoordt mijn nek. Yo. Veel plezier. Toen ik 16 was, een Franse documentaire gezien over klinieklowns. Er liep een clown over een gang. En zieke kinderen kwamen uit de gang en die speelden op een accordeon. Toen dacht ik, daar is het. Het is een gelaagde voorstelling. Hij is voor elk niveau geschikt. En wat er ook gebeurt, die voorstelling blijft overeind. Dus dat vind ik zelf heel erg genieten. De dramaturgie klopt van voor tot achter. Dus dat vind ik ook fantastisch. En als je die heel erg goed hebt ingespeeld en met een lekker team zoals dit, dan kan je die voor elk publiek spelen. Dan kan je voor elk publiek aanpassen. Hoi! De voorstelling Post gaat over het postkantoor. De drie clowns spelen postbode. Ze gaan zelf het postkantoor ook echt in werking zetten en nodigen de kinderen uit om of onderdeel te zijn van dat postkantoor of we geven ze, komen hun post brengen. En wie ben je? Ik ben Mus! Oh. Mus van het postkantoor. En wie ben je? Ik ben Bes. Je moet scherp zijn en dat is leuk. We zijn wel improvisators, wij als clowns. Dus dan ben je ook heel gewend om zo alle kanten uit te gaan. Maar dit vraagt toch juist weer van, oké, dit is het gegeven, de post. En we gaan een postkantoor maken. Dat, ja. De rode draad is heel helder. Hoe heet jij? Koen van het postkantoor. Deze kinderen zijn gewoon oorspronkelijk. Die reageren vanuit hun hart. En dat authentieke gedrag, dat is wat die clown, daar vinden we elkaar in. Maar elke ontmoeting is ook anders. Want iedereen is anders. We zijn niet allemaal hetzelfde. We zijn allemaal authentiek, het is al gezegd, geloof ik. Maar we zijn... Dus dat maakt het ook zo uniek, ook om dit te doen, voor het KZO. Omdat geen enkele voorstelling hetzelfde is. Want elke ontmoeting is nieuw. Yes. Wat je terughoort van de begeleiders, soms zijn ze zeer aangenaam verrast. Wauw, dat hadden we niet verwacht. Het is juist een kind wat bijvoorbeeld erg teruggetrokken is. En dan, in die voorstelling gebeuren ineens van die ontmoetingen. Wauw, dat is super. Dan voel je dat stromen met elkaar. Postduif. Ik vind het geweldig om voor kinderen te spelen en ik vind het fantastisch om samen in die fantasiewereld te duiken. En ja, kinderen zijn zo boeiend en die zijn oorspronkelijk en lekker, daar kan je mee sparren, mee stoeien, daar kan je een wereld opbouwen samen. Dat is een kwetsbare groep, kinderen waar wij voor spelen. En wat ik daar zo mooi aan vind, wat het mij geeft, is... Ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment erachter kwam. Ik deed heel erg mijn best om een goede clown te zijn. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat het helemaal niet om mij ging. En dat was zo fantastisch. Dat viel een last van me af. Want het gaat namelijk om die ander. En daardoor komt er heel veel ruimte. Diegene voelt zich gezien. En die geeft heel veel terug.
Dat is het geheim. Maar het is fantastisch. Pretje. Thank you.